Deze kant, die is weer leeg. Ze hebben wel lef om bij de sterkste man ooit van de wereld de banden lek te steken hoor. Ja, dat vind ik ook een beetje moedig. Met zijn 2 meter 13 is Sted van der Parra uit Onslerdijk nog steeds een imposante verschijning. Begin jaren 90 een paar keer uitgeroepen tot sterkste man van Nederland. En één keer zelfs sterkste man van de wereld. En nu, nu zijn zijn banden lek gestoken. En hij is niet de enige. Eergisteren uh, nacht zijn ze allemaal lopen, hebben ze allemaal lopen prikken hier. En uh, er zijn heel veel gedupeerde buren. Ja, ik vind het een beetje asociaal. Want ik bedoel, we moeten het er allemaal hard voor werken. En een bandje kost toch een 100, 150 euro. Bandenprikker actief hè. Bij die jongens twee banden en bij mij één. Dus ik ga hem nu even laten maken. Ik heb vijf minuten geleden nog een meneer gesproken die hier in de buurt woont. Hij zat heel hevig in emoties. En terecht. Het zal je auto maar zijn. Het uh, is een vredelievend buurt, maar iemand of meerdere die menen hier de, de buurt te moeten rampen om, uh, om, om bandenlek te steken inderdaad. De voormalig sterkste man van de wereld zit met de handen in het haar, want de bandenprikker slaat s'nachts toe. En uh, ja, je, dan zit je niet bij die auto, je zit niet voor het raam en kijk, zie je het gebeuren, ja, dan is het een ander verhaal. Dan ben je gauw klaar met uh, kaart te schudden. Boog. Nou, we hebben ze wel bij de verkeerde de band lekker gestoken. Hè? Ja, we hebben gezegd, hij kan hem makkelijk optillen en dan kan ik er nog wel even een stomp in geven. Maar ik bedoel, ja, kijk, je mag, zelf het nooit wat doen en dat wil je ook niet. Wat vindt u van dat dit gebeurt? Ze moeten lekker doodgaan, Wie dat doet. Uh, we willen een beeld krijgen van het, van het profiel, tijden, uh, wanneer, hoe het gedaan is. Dus ik roep de mensen echt op, alsjeblieft door aangifte, gewoon via politie.nl, dan kunnen wij een beeld krijgen en dan kunnen we erop rechercheren.